Use the telephone. Longer, faster, higher, striving to be the best. Improvement is everything. Winning is part of it. Carlsberg Beer, official beer of the 6 IAAF World Championships in athletics. Weiten und Zeiten. Kompetent. Alle Hintergründe und Statistiken. Informativ. Alle News rund um den Globus. Lesen Sie jetzt Leichtathletik. Jeden Dienstag im Handel. Met het discuswerpen de kwalificaties met Jo van Dalen. Hij kwam in zijn eerste poging tot 55-72. Voorlopig derde plaats voor Jo van Dalen. Er wordt gestart in een A- en een B-groep. In de B-groep komt dan straks Pieter van der Krukke in actie. En hier ziet u Yu Wenge, de Chinees. Een persoonlijk record van 65,2 meter. Kwalificatie-eis daar bij de discuswerpen 63 meter. En in deze eerste A-groep ook Jürgen Schult, de wereldrecordhouder. Het record dateert uit 86, 74 meter 8. Dit jaar 62 meter 50 voor die Wenge, die Chinees. Helemaal aan het eind dus die Jürgen Schult. Ver onder de 60 meter voor Wenge. En aan de leiding gaat de Sidorov. Die heeft zich direct al gekwalificeerd. Gooide over die 63 meter.
Deze Winger komt tot 55-46. Voorlopig dus niet voldoende voor deze Chinees. Exacte afstand van die Sidorov 63,08 meter. Hij kon dus meteen alweer zijn spullen pakken. Gekwalificeerd voor die finale. En terwijl daar de Cubaan Erizalde kijken, misschien toch nog even excuses voor de geluidskwaliteit en het feit dat u wellicht ons in het eerste deel van de reportage niet gehoord heeft. Dan nogmaals welkom bij Eurosport op deze zevende dag van de wereldkampioenschappen atletiek. Met vooral een prachtige finale is de verwachting 800 meter. Natuurlijk Wilson Kipketer, de Deen, maar ook Marco Koers. Redelijk sterk en redelijk kansrijk voor een goede klassering. En voor de Belgen vooral de aandacht voor Patrick Stevens in de finale 200 meter. Verder vanavond finales hinkstapspringen voor mannen. De 200 meter voor mannen en voor vrouwen dus. Die 800 meter en de 400 vrouwen. En we hebben ook nog twee demonstratienummers. Terwijl de Cubaan de 60 meter bij lange na niet haalt. We hebben demonstratienummers, de 800 meter en 1500 meter voor rolstoelers. Het eerste onderdeel voor vrouwen en het tweede voor mannen. Verder die kwalificaties waar we nu naar kijken. Dikkerswerpen en polstok hoogspringen met onder meer ook Sergej Bubka. De man die misschien voor de zesde keer zijn wereldtitel, de wereldtitel kan behalen. En die mag hij dan inderdaad ook zijn wereldtitel noemen, want er is nog nooit iemand anders die een wereldtitel polstok hoogspringen heeft gehaald. En verder later vanavond om 6:30 zal het zijn, begint de kwalificatie in twee groepen hoogspringen voor vrouwen. Maar weer terug bij dat discuswerpen. Hier met Oeporeza. En Sidorov dus nog tot nu toe de eerste en de enige die zich gekwalificeerd heeft. Het is Tammert uit Estland. Dit jaar 64,78 meter. En dicht bij zijn persoonlijk record, dat met raak 64,80 meter. ...120 kilo zwaar deze Tammert. Ja, en hij dicht bij die 60 meter, maar dat is niet voldoende voor kwalificatie. Kwalificatie is 63 meter dus. En na Sidorov voorlopig Tunks, de Canadees tweede met de 60-74. En deze Tammert komt dan voorlopig op een derde plaats. Maar het gaat natuurlijk om die kwalificatie-eis van 63 meter. Alleen dus voor Sidorov nog. In het Olympisch Stadion van Athene dat heel langzaam begint vol te lopen. Het eerste looponderdeel en dan slaan we dus de twee eerste onderdelen met rolstoelen over. Dat zal hier pas om 6:55 bij u 6:55 gaan plaatsvinden. Dus daarom nog die vele lege stoelen. Overigens excuus nogmaals voor de geluidskwaliteit. Het blijkt dat de lijn tussen Athene en Parijs in Rome zou zijn gebroken. En we doen alles aan om dat zo snel mogelijk weer te herstellen.
We gaan kijken naar de volgende atleet in die kwalificaties. Costel Grazu, de Roemeen. 63 meter, tot nu toe één atleet eroverheen. De eerste van de lijst, Vitaly Zidarov. Zojuist een van de kanshebbers, Andreas Zelik, 60-44. Jason Trunks uit Canada heeft al 60-74 en Zelig 60-44, moet ik zeggen. Dat zijn dan de eerste drie. En daar komt deze Grazu bij in de buurt met 56-70. Nou, dat valt dan toch nog wel tegen. Mijnwerker uit Roemenië. De laatste jaren niet meer zo succesvol, dus zijn goede tijd dateert uit 92-93. En dan nu Vasily Katyuk, nummer 3 van het wereldkampioenschap in Göteborg. En ook vorig jaar in Atlanta derde op de Olympische Spelen. Hij blijft dit seizoen iets achter bij zijn beste prestatie. Zijn persoonlijk record 66-92. En dit seizoen 64,14 meter voor deze Katyuk. De eerste poging van Vasily Katyuk. Ja hoor, hij gaat over die 63 meter. En is dus de tweede die zich kwalificeert na Vitaly Sidorov. Dus ook Vasily Katyuk, zeker van die finale. Even wachten wat de definitieve afstand is, maar over die 63 meter, dat is de lijn daar, daar moet overheen geworpen worden. Het nog goed zijn gewicht op te vangen. Die discus komt dan net over die lijn neer. 63 meter 6, 2 centimeter minder dan Sidorov, maar goed voor een finale. Dan de Amerikaan Bloem. Het is opvallend dat de Duitsers maar met z'n drieën zijn. Door het wereldkampioenschap dat Riedel hier verdedigt, overigens al zijn derde titel de vorige keer in Göteborg. Maar door die titel heeft ook hij een wildcard gekregen. Dat zou betekenen dat er dus vier Duitsers hier konden starten. En uiteindelijk is dan toch Mühlenbeck, notabene de tweede Duitser, hier niet aanwezig. Die man stond te hoog op de ranglijsten met 66-66 op een derde plaats, nog voor Zelik. Maar Mühlenbeck is er niet bij. Bloem, de nummer 2 van de Amerikaanse kampioenschappen. Ja, en als we het over afwezig hebben, dan moet natuurlijk ook Anthony Washington genoemd worden. Sterke Amerikaan is er niet bij. Maar wel John Budina in de volgende groep. En dat is de man die hier kampioen werd met de kogel dankzij een schorsing van Bagac. U heeft het al gehoord, een Evedrina-affaire. Overigens zijn er alweer geruchten vandaag in de Griekse media. Het is nog onbevestigd door de IAF, de Internationale Atletiek Federatie. 59-38 dus voor Bloem, dat zag u. Dat er 4 tot 6 nieuwe dopinggevallen zouden zijn, zeggen wij met de nadruk. Dat moet dus allemaal nog naar buiten komen. Als het zo zou zijn. U hoort het applaus van de tribunes. En dat is voor de Griekse deelnemer hier in de kwalificatieronde van het discuswerpen. Papadopoulos. En hij zal zich moeten overtreffen om in die finale te geraken. Want zijn persoonlijk record beslaat bedraagt 60,96 meter. Maar we hebben het al eerder gezien. De Grieken toch hier wat extra stimulans krijgen van het publiek en tot goede prestaties komen. Tot nu toe een bronzen plak voor Griekenland bij het speerwerpen. Nu aandacht voor Papadopoulos. Ruim onder die 60 meter. Maar hij moet dus een aantal meters verder komen, wil hij zich kunnen kwalificeren voor die finale. Is 32-jarige Griek. De 21 deelnemers in die eerste A-groep
56-44 voor de Griek Papadopoulos. Zal dat zijn coach zijn? Aanwijzingen krijgt in ieder geval deze Papadopoulos. Die discus moet verder. En dan Shakti Singh. Uitkomend voor India. Toch een hele aardige prestatie achter zijn naam. 61-72 is zijn beste prestatie. Dit jaar 61-42. Is toch alweer 35 jaar. Deze Singh. Weet zich ternauwernood in die ring te houden, maar een mislukte poging door deze Shakti Singh. Ongeldig ook daar. Je ziet het in de herhaling, komt buiten die ring. En hier het kruisje voor de bevestiging. We zijn benieuwd wat straks op de 200 bij de vrouwen die verrassende Jaya Singha uit Sri Lanka gaat doen. Het werelddeel waarin ook India ligt. Die Jaya Singha al als kampioen van de Zuidoost-Aziatische kampioenschappen. Dat is dan eigenlijk het enige wat we ongeveer van haar weten. Het zou heel bijzonder zijn natuurlijk dat iemand uit die regionen een medaille haalt, maar het lijkt er heel erg op. Straks op die 200 voor vrouwen. De Noor Jensen, Noors kampioen. Hele mooie pirouette na afloop, maar een hele slechte worp. Die discus ligt ongeveer halverwege, kijk daar, halverwege de 60 meter. En hij heeft hem ongeldig gemaakt. Inmiddels al 35. Dit is pas een, hij is het tweede grote toernooi, ook in Gothenburg was hij erbij. Maar toen ook kwalificeerde hij zich niet voor de finale. En dit jaar 62-80, dus dat gaat nog wat moeilijk worden. Dan Ian Winchester uit Nieuw-Zeeland. 6 juli brak hij het record van zijn land. Dat stond al 23 jaar op naam van Robin Tate. De trainingspartner van de kampioenen van gisteren bij het discuswerpen, van Muina. Ik hoop niet dat hij teveel dat bijzondere succes heeft gevierd. En het record van Nieuw-Zeeland staat dus nu op zijn naam met 63-32. Dit is de lijn van de 60 meter. Die linkerlijn is de lijn van de kwalificatie. En ook hij blijft er nog behoorlijk van verwijderd. Drie man, als ik dat goed heb meegeteld tot nu toe, over de 60 meter. Klopt. En nog eenmaal Jo van Dalen tot nu toe, 55-72. Van de Brit Glenn Smith voor zijn eerste poging. Tot nu toe dus Kaptjuk en Sidorov, zeker van die finale. Zij gooiden over de 63 meter. Smith, 25 jaar, persoonlijk record van 62,80 meter. Dat record vestigde hij dit jaar. Blijft hij in de ring, dat doet hij. Maar bij lange na niet ver genoeg voor Smith. Schudt met het hoofd, niet tevreden natuurlijk. Zo te zien bleef hij nog wel net op de been daar in die ring. Raakte niet over de ring heen. Maar om en bij de 55 meter. En dat is bij lange na niet voldoende natuurlijk. 54,40 meter voor Glenn Smith. Er zijn nog twee pogingen hierna. Dan de Rus Alexander Borichevski. Grote tatoeage op zijn linkerarm. 64,32 is zijn persoonlijk record. En dit jaar bleef hij daar precies 2 meter onder.
vrije jonge Rus. 27 jaar. En ver beneden die 60 ook voor Borychevsky. Jo van Dalen had dus in zijn eerste poging 55-72 en Borychevsky komt op 57,90 meter. En er komt dan nu Jürgen Schult in de ring voor zijn eerste poging. Man met een grote staat van dienst natuurlijk. Zijn zesde wereldkampioenschap hier. Wereldkampioen in 87. Zesde in 91. Derde in 93. Vijfde in 95. Natuurlijk Olympisch kampioen in 88. En wereldrecordhouder met 74,08 meter. De laatste jaren iets minder van voren, maar per slotverrekening 37 jaar deze shoot. Je ziet het, dit seizoen 65-50. Nou, hij komt niet meteen over die 63 meter, daar baalt hij van natuurlijk. Hij heeft in ieder geval nog een tweede poging nodig. Ja, dat is natuurlijk een tegenvaller voor Schult. Had graag direct weer zijn trainingspak aan willen trekken. Net als Sidorov en Kaptjuk dus. ...62-60, 40 centimeter tekort voor Schult om direct te kwalificeren voor die finale. Ja, dat spreekt wel overtuiging uit, die reactie van Schult, recht in de camera. En dan nu de laatste man in die eerste ronde. Het is een behoorlijk bewolkte dag in Athene, drukkend weer, weinig de zon, zeker nu niet in het stadion. En de wind is nauwelijks aanwezig en daar hebben de werpers natuurlijk jammer genoeg dus geen profijt van. En hier nog net een geldige poging die hij ongeldig maakt, deze oude getrouwe Kidikas. Vooral in de jaren 80 zeer succesvol. Maar ook dit decennium nog een keer bronzen medaillewinnaar, 93. Uitkomend voor Litouwen tegenwoordig, in het verleden als Sovjet-Rus. Onder meer derde bij de EK in Stuttgart. Dit jaar nog steeds 65-80, zijn persoonlijk record staat op 68-44, Kidikas. Hij houdt er nog steeds plezier in. En dan beginnen we in de tweede ronde waar we Sidorov overslaan, want die is er al de catacomben in. En dan is het Jason Tunks uit Canada. Dit is het jaar zijn persoonlijk record vestigend, 65-20. Het wacht is natuurlijk ook op die tweede groep met Lars Riedel, de man die toch nog wel eens wat problemen heeft met de kwalificatie-eis. Maar uiteindelijk dan toch drievoudig wereldkampioen werd in zijn carrière, plus vorig jaar de Olympische titel pakte. Tunks heel goed. Komt vlak bij die kwalificatie-eis. Hij stond al vierde met 60-74. Volstokkers zijn overigens ook al bezig. Laurens Looijen haalde al 5-30 in zijn eerste poging. En Jason Tunks 61-82. Poging Jo van Dalen. Kwam in zijn eerste poging tot 55-72. Blijft in de ring. Ja, verbetert zich wel.
maakt een wegwerpgebaar, natuurlijk nog niet tevreden, deze Van Dalen. De kwalificatie-eis 63 meter en de persoonlijke record van 62-26. En nu ook onder die 60 meter blijven in zijn tweede poging. Gelijktijdig met het discuswerpen is het polstok hoogspringen bezig. Er wordt in twee groepen gesprongen, 58-66. Verbetering voor Jo van Dalen. Er wordt in twee groepen gesprongen bij dat polstok hoogspringen. In de tweede groep Laurens Looijen. Was al over 35 geraakt. En terug naar het discuswerpen. Met Zhu Wingen, de Chinees. Tot nu toe 15e in de eerste groep met 55-46. En hier ziet u de mannen die dan vlak voor hem staan. Maar ja, de 12e plaats zal ook nog veruit onvoldoende zijn. Je moet proberen rondom de 6e plaats terecht te komen. Er komt straks nog een groep. De kwalificatie-eis ligt natuurlijk weer heel scherp, zodat niet iedereen 63 meter haalt. En dan gaan de slechtste of de beste verliezers onder de 63 meter toch nog door. Totdat we er 12 hebben voor de finale. Van Dalen staat op een 10e plaats tot nu toe in deze groep. Dus heeft ook nog wel wat om naar voren te kijken. En met 57-14 komt Wenge op een 12e plaats. Gelukkig nog wel achter Jo van Dalen. Dan weer Ezalde. Een fraaie discustraditie hebben de Cubanen ook, net zoals dat je bij het speerwerpen toch ook nog wel wat Cubanen ziet. Vooral bij de vrouwen zijn daar successen geweest. Toch opvallend, we zien uit het Caribisch gebied natuurlijk vooral springers. Sprinters uit Jamaica. En die brengen dan meestal geen werpers naar voren. 31 graden momenteel hier in het stadion. Zonder zon, dat is natuurlijk wel zo prettig, want anders zou het voor de atleten op zijn minst als 10 graden warmer worden. Maar ik zei het al, die wind is er nauwelijks. En dat is dan eigenlijk ook maar gelukkig ook, want als die zo draait zoals die dat de laatste dagen deed, dan is dat bijzonder moeilijk voor de discuswerpers. 56-38 tot nu toe. In de 15e plaats. Ja, dan gaat hij zich behoorlijk verbeteren. Komt hij bij de besten. En waar komt hij dan ongeveer terecht? Een meter of 61 rondom de 5e plaats, denk ik. 61-48, dat is inderdaad de 5e plaats. Achter Sidorov, achter Tungs, achter Kapchuk. En achter Jürgen Schultz. Alexander Tammertam, zijn tweede poging. Kapchuk en Sidorov nogmaals, dus zeker al van die finale over de 63 meter. Tammert staat negende, 59-60. Totaal 12 atleten plaatsen zich voor die finale. Vrij rustig uitgevoerd daar aan de ring. Weer om en bij die 59-60 voor Tammert. Ze vragen of hij zich in deze tweede poging verbeterd heeft.
Maar zijn gezicht spreekt boekdelen. Niet tevreden natuurlijk tot nu toe. Stond dus negende. En 4 centimeter verder slechts blijft op de negende plaats Alexander Tammet. Dan wordt het de tijd voor Andreas Zelik om zich proberen in veilige haven te gooien. Hij staat nu zesde en dat is natuurlijk op het randje. Deze 27-jarige Duitser die nu pas debuteert, terwijl hij als junior toch een groot talent bleek. Hij heeft het wereldrecord in de leeftijdsklasse 17 jaar. Dan zegt u wat stelt dat voor 17 jaar, maar we schijnen in de nabije toekomst alweer wereldkampioenschappen te krijgen. Niet alleen voor junioren, maar ook voor de nog jongere klasse tot de 17 jaar, of tot en met de 17 jaar moet ik zeggen. En in 1988 gooide hij al 61-48. We zijn nu 9 jaar verder maar liefst. Tweede dit jaar bij de Duitse kampioenschappen, Zelik. Derde in Hengelo. En hij gooide dan uiteindelijk dit jaar zijn persoonlijk record van 66 meter. Komt hij met Schult naar voren? Nee, absoluut niet. Discus is even zoek voor de camera. En daar is hij gevonden. Ik denk dat hij via het net hier is terechtgekomen. En daardoor blijft Zelik staan op 60-44 in de zesde plaats. Krijgen we hierna weer Kostel Grazu. Met nog steeds slechts twee man die de kwalificatie haalden. Sidorov en Kapchuk. Hoe oud is die Grazu inmiddels? 30 jaar. Volgens mij toch veel ouder. Nee, hij is 30, dat klopt. Ja, en hij moet hopelijk afblijven van die prestatie van Jo van Dalen. Maar Jo die moet natuurlijk ook in zijn derde poging toch dat Belgisch record weer zien te benaderen. Dat hij op 62-26 bracht. Eerder in de Europa Cup in Dublin. Maar Grazu is wel een kandidaat om er duidelijk wat aan te doen. Dat gebeurt hier niet. Dit is zeker nog niet de prestatie van Van Dalen. Dit jaar 63-08 voor Kapchuk, 4 meter onder zijn persoonlijk record. Maar ongetwijfeld met een lekker windje tegen. Zodat die discus daar op een mooie vlucht kan maken. 55-16, het gaat niet best met Grazu. Na Grazu krijgen we dan Andy Bloem. Hier heeft u hem in beeld en deze Amerikaan heeft 65-30 als beste prestatie staan. We vinden hem op de tiende plaats, 59-38 is zijn beste prestatie tot nu toe. Voorlopig zit hij dus bij die beste 12, maar goed, we zijn pas in die tweede poging. En een groot aantal discuswerpers zijn nog duidelijk niet in hun best te doen. Ja, Bloem die verbetert zich hier wel hoor. 59-38 had hij dus staan. Deze worp was toch over de 60 meter. Ik kon het daar even moeilijk zien. Ja, 60-74 voor Andy Bloem en hij schuift een aantal plaatsen op. Zesde tot nu toe. Bij het discuswerpen waar de Griek Papadopoulos op een 15e plaats bleef steken met 56-42 in zijn beurt, in zijn tweede beurt. Hij verbeterde zich niet. En dan gaan we weer terug naar de Indiër Shakti Singh. Een eerste ongeldige poging heeft hij nog steeds op zijn naam staan. Hij is de kampioen van Zuid-Azië.
Er worden nog wel wat regionale toernooien gehouden zo in de wereld. Gisteren ook weer een groot programma voor Afrika afgekondigd dat een enorme impuls moet geven aan de Afrikaanse atletiek. Maar Singh, die toch 61-72 als persoonlijk record heeft, maar ja, dat dateert van zijn 32e levensjaar, hij is inmiddels 35, komt hier absoluut niet waar hij wezen wil. 110 kilo, 1,87. En u zag dat 50-42 hem de laatste plaats hier oplevert. Olaf Jensen die moet die toch bij die beste 12 makkelijk zien te komen. Maar deze Noor is toch 62-70 dit jaar gegooid. Tweede poging van Jensen. Persoonlijk record van 66-28, 35 jaar inmiddels. Ik denk dat vrij veel atleten van in de 30 nog hier actief bij dat discus werpen. Oude rot in het vak natuurlijk, Jürgen Schild, die krijgen we zo dadelijk in beeld. Ja, deze poging is in ieder geval geldig voor Jensen. Maar ook nu blijkt in de kwalificatie dat een groot aantal atleten moeite heeft met die kwalificatie-eis van 63 meter. 57-86. Laten we onthouden dat dit een poging was op safe. Hij heeft in ieder geval een prestatie staan en dan in de volgende poging in ieder geval in de buurt van die 63 te komen. Om zeker te zijn van die finale. Winchester dan. Dat waren ongetwijfeld de ouders van Famuina. Wereldkampioen bij de vrouw bij dat discuswerpen. Die tweede poging dan van Winchester. We zagen ook bij Famuina dat ze pas op het allerlaatste moment zich wist te kwalificeren voor die finale. Misschien dat deze Winchester het voorbeeld van haar trainingsgenoten volgt. Van 63-32 is zijn persoonlijke record. Hij maakt een sterk seizoen door. Hij moet dus ook in die buurt kunnen komen van die kwalificatie-eis. Hij is ook bezig met het polstok hoogspringen. En daarbij ook Sergej Bubka. Terug bij het discuswerpen, terwijl we u kunnen melden dat Laurens Looij zijn eerste poging op 5.45 af heeft gesprongen. Zag je hier de tweede poging van Borichevski. Hij komt niet verder, blijft 12 staan. Deze poging was 57.56 en blijft dus staan op 57.90 meter. Ja, opvallend is dat eigenlijk Jürgen Schult nu moet aantreden en we zagen al Kiedekas in beeld. Ja, daar komt dan toch Schult. Nou, hij heeft totaal geen problemen mee. De ervaren wereldrecordhouder. Dit jaar kwam Lars Riedel tot de derde poging aller tijden. Dat is toch wel nieuws natuurlijk voor de discuswerpers. Maar met zijn 74-08 is het toch nog ruim 2 meter die Schult ooit verder gooide dan de rest. We mogen dat hier natuurlijk niet meer verwachten. Andere tijden, andere worpen. Hoewel die Riedel nu toch al dag 3 jaar achter elkaar over de 70 meter heeft gegooid. 62-60 en twee man voor hem. En dat betekent dat de Schult eigenlijk toch al zeker is van de finale. Wat zien we daar in het veld? Oh, een hele verre. Nog verder dan Kopchuk en Zidorov. Die man
gooit toch wel ontzettend constant. Door de jaren heen. Heeft ook een waanzinnig, durf ik te zeggen, waanzinnige erelijst. De laatste keer dan vijfde op dit toernooi, maar nagenoeg alle toernooien sinds 88 kort bij. Eén keer wereldkampioen in 1991. Ja, zo zagen we hem vroeger toch niet. Maar het discuswerp is populair in Duitsland, ook door Riedel en zeker ook door Schulte. En hij gaat met 64-60 aan de leiding. En het is nog geen meter minder dan eerder dit jaar. Met deze omstandigheden is dat bijzonder goed. Wat zegt de official daar? Gedraag je een beetje? Misschien? Nou, waarom? We hebben gisteren ook een bijzonder incident gehad met een atleet die geen BH aan had, maar wel een te groot shirt, zodat er nogal wat zichtbaar werd. En de IAF heeft de organisatie, althans de tv-organisatie, een tik op de vingers gegeven. Want die vonden dat toch niet zo netjes dat dat zo uitgebreid in beeld werd gebracht. En dat vonden de commentators van Eurosport zelf ook al. Dat had best wel minder gekund. Nu dus een standje voor Schulte, terwijl Kidikas daar weer moeizaam door die ring draait. De eerste poging was ongeldig. Nu dan 61-40. En ook daarmee komt hij dicht in de buurt van de volgende ronde. Hij staat op een zesde plaats. Dan beginnen we aan de derde ronde van die discuswerpers. Dan komen we op bij Jason Tunks zometeen, die daar vierde staat. U ziet dat er dus drie al zeker zijn van die finale. En het zal ook niet lang meer duren voordat Jo van Dalen zijn debuut hopelijk niet beëindigt, maar een vervolg kan geven voor de volgende ronde. Het is wel zo aardig voor Van der Krukke en Van Dalen dat ze hier in een redelijk gevuld stadion mogen acteren, want meestal zijn die kwalificaties in de ochtend en dan is de sfeer hier toch heel wat minder. Dat is natuurlijk vrij. Maar nog vrijer is het als ze ook tot een goede worp komen. En dan moeten ze dus die 62 meter van eerder dit jaar allebei zien te overtreffen. Daar gaat het nu wel op lijken. Jason Tunks. En dat lijkt ook weer een goede. Maar ik denk niet dat hij zijn 61-82 overschrijdt. Hij stond vierde en dat is dan nog niet een plaats waarmee hij zeker is van de kwalificatie. Hoe is het gesteld met de kwaliteit van de tweede groep? We hebben hier toch al zeven man die erg goed zijn. Nou, we komen daar straks na de reclame mee terug. Dus in de problemen. Negende plaats. Volgende groep telt iets minder corriveeën. Wel natuurlijk Lars Riedel. Volgende groep die over, wat is het, een uur gaat beginnen. Inmiddels Lauwers Looijen twee keer afgesprongen op 5,45 meter. De kwalificatie eisen 5,75. En Zelig redt het op de lijn, maar waarschijnlijk wel op een vierde plaats terechtkomend. En daarmee een zeer, zeer grote kans op een finale plaats. Hij traint deze Zelig bij de groep van Riedel en Schult. Nou, een betere leerschool kan je natuurlijk niet hebben. En dan zijn Schult en Zelig waarschijnlijk finalisten, hoewel Zelig nog niet die ijs heeft gehad. Kijk, 6 centimeter. Hij is uitgeworpen hier en dat lijkt mij ruim voldoende. Meteen de grote baas er weer bij. En door naar Kostel Grasu. Grasu die staat slechts 16e met 56,70 meter. Ja, dat is toch ook verrassend. Dat is wel de nummer 4 van de Olympische Spelen van 92. Een vierde tijdens de wereldkampioenschap in 93. De laatste jaren iets minder goed op dreef deze Krasu.
We moeten in ieder geval bij die beste 12 natuurlijk zien te geraken. Laatste poging ook voor Krasu. Nee, hij weet zich niet in de ring te houden. Ongeldig. Ja, en Krasu is niet dus gekwalificeerd voor die finale. En dat is toch wel opvallend. 56-70, niet voldoende en 16e plaats. Het kampioenschap is voor deze Roemeen voorbij. En ook de laatste poging over Andy Bloem. Hij staat 9e, voorlopig dus voldoende. Met 60,74 meter. Maar hij heeft nog een aantal atleten die dicht achter hem zitten. En na Bloem komen er nog 6 atleten aan de beurt. Andy Bloem dan voor zijn derde en laatste poging. Ook hij raakt uit balans, komt over die ring heen, ongeldig voor hem. En hij moet dus afwachten of die 9e plaats van hem voldoende blijkt te zijn. Ja, dat lijkt natuurlijk vrij hopeloos. Dan zouden er 3 man in de volgende ronde niet verder mogen gooien. En dat lijkt me nauwelijks mogelijk. Hopeloos wordt het denk ik ook voor deze Papadopoulos. Hij staat 17e met 56,44. Dit jaar 59 en een beetje. En hij moet dus een straatlengte verder gooien. Maar goed, een klein steegje verder, laat ik het daarop houden. Ongeldig leek me dat al bij het draaien, maar... Ja, ik zie daar door het net heen een rode vlag. Terwijl die zich dan wel verbetert, maar ook die worp zou onvoldoende zijn geweest om kans te hebben in de finale. Kijk, daar gaat die linkervoet boven op de ring. En dat mag dan niet. Het stalen omhulsel van die ring. Wat maar een paar centimetertjes hoog is. Ja, we zeiden het al. Het aantal finales dat er vanavond plaatsvindt. En dit is dan de eerste. Het hinkstapspringen met daar op de 5e plaats Kenny Harrison, de Olympisch kampioen. En vlak na hem Jonathan Edwards, de wereldkampioen en wereldrecordhouder. Enige twijfel over zijn blessures, maar in de kwalificatie in ieder geval ruimschoots voldoende fit. Verder ook de prachtige Caribische springers Quesada, Romein en Urrutia. En nog even terug naar het discuswerpen met de Indiër Singh. Ja, Singh blijft in ieder geval wel in die ring. Je ziet toch dat ze in die laatste poging alles uit de kast halen. Dat gaat dan ten koste van die techniek. Weten de balans niet meer te bewaren. En raken dan over die rand heen. Maar dat doet deze Singh niet. Maar hij komt bij lange na niet ver genoeg. 61-42 toch zijn beste prestatie. Ja, hij verbetert zich natuurlijk wel tot 56-28. Maar Singh niet in de finale. Dat is zeker. En na Singh komt dan Olaf Jensen, die Noor. Had een eerste poging ongeldig, deed de tweede op safe. En zal dan ook in deze laatste poging alles proberen. Toch te kwalificeren. In die tweede groep straks dus Pieter van der Kruk en onder andere Lars Riedel. Nu dus Jensen staat 14e met 57-86. Vier atleten zijn nu toe gekwalificeerd. Hij lijkt zich wel te verbeteren in deze poging, die Jensen. Edward
Hij is wel tevreden, de Noor. 60 meter 52, dan komt hij voorlopig mee op een tiende plaats. Je zag net voor deze Jensen Stefan Edberg in het publiek, de tennisser. Maar aandacht voor het discuswerpen met Ian Winchester in zijn laatste poging. Hoe zou het hij dan hetzelfde doen als Palmuina, althans voor wat betreft de kwalificaties? U weet het, Palmuina werd natuurlijk wereldkampioen in de finale, maar twee ongeldig en dan in de laatste poging toch bij de laatste 12 gekomen, die Palmuina toen in die kwalificaties. Niet tevreden, hij blijft onder die 60 meter. Hij had 59-66 staan en stond 12e tot nu toe. En deze poging lijkt niet verder van die 59-66. Misschien een paar centimeter verder, 59-70 inderdaad, 4 centimeter verder. Maar voorlopig 12e dus. Ja, en daar de wereldkampioen, die zwaait. Een hele leuke, spontane meid, afkomstig uit Samoa. Waar overigens momenteel juist de regionale kampioenschappen plaatsvinden. Het eiland waar zij dan van afkomstig is. Maar ze komt uiteindelijk uit voor Nieuw-Zeeland. Die Fomina daar op de tribune. Dan gaan we over naar Glenn Smith. Op een 19e plaats vinden we hem terug. En nog achter de Indio met 54-40. En inmiddels is Jo van Dalen gezakt naar een 13e plaats met 58-66. Bob Ware, de Brit die het Brits record dit jaar vestigde, heel verrassend, die zal in de volgende ronde starten. En ongeldig, en hij blijft dus op een 19e plaats staan. En door die 13e plaats waarop Van Dalen inmiddels is beland, kan het hier gaan stormen, onweer, het stadion kan instorten, maar hij zal nooit meer de finale behalen, want dat is dus voor de eerste 12 in deze groep. Ik zei het al, er volgt nog een volgende groep. Wojciechowski is dan de op één na laatste atleet, als ik het goed heb, met Schult gekwalificeerd en Kidikas die ook nog moet gaan gooien. En hij staat 14e vlak achter Van Dalen met 57-90. En Wojciechowski is een bescheiden Russische discuswerper, dit seizoen 62-32. En bij zijn debuut heeft hij het ook maar moeilijk. Een hele matige worp in ieder geval daar bij die in de ring. Hij belandt uit de, buiten de sector toch nog wel een stuk verder. Maar hij blijft dus op de 14e plaats staan. En dan hebben we dus alleen nog Kidikas over. En we houden u natuurlijk op de hoogte als hij ook die kwalificatie uit zijn 63 meter gaat halen. Ja, de eerste prijsuitreiking van vanavond staat dan nu te gebeuren. Alweer een Amerikaanse winnaar, dus helemaal niet zo hard. En daarom is er natuurlijk een mooi gezicht om Jackson Erwin. Gesamt jetzt gewesen in der ersten Gruppe und gucken wir mal. Ich habe es mir auch ein bisschen einfacher vorgestellt, aber irgendwie die Aufregung so in der Quali ist halt auch immer was anderes. Oder? Aber man merkt die Zuversicht. Jürgen, wir freuen uns ja immer wieder, Sie zu sehen. Je öller, je döller, oder wie ist das? Ja, sag mal so, dieses Jahr läuft gut. Ich habe ein paar Probleme, mich jetzt für die Quali so richtig hochzuziehen, aggressiv zu werfen. Das hat man im ersten Wurf gemerkt, da war wieder so schlabberig, labberig. Und im zweiten habe ich so ein bisschen Druck machen können und da war dann die, eigentlich werfen wollte, die 65 Meter fast. Und schauen wir mal, was Sonntag drin ist. Sonntag sehen wir uns wieder und da ist, glaube ich, eine Menge drin. Danke. Tschüss. Harrison, wir sind bemüht, ob die diese Wedstrijd gut kann openen. En dat doet hij en is het geldig. De camera staat er helaas weer schuin bovenop en hij is ook weer niet echt tevreden. T
kijken of we eens kunnen gaan bepalen wat het zou moeten zijn. Nou, met een schuin oog zo'n 17-20. Hij zit dan ook nog een 15 centimeter voor de balk. En als het dan geen 17-20 is, dan... ja, hier staat een veel betere camera. Is dan misschien zelfs nog iets verder, want ook deze camera die staat gewoon op de wereldrecordafstand. En net wordt het begin met 17-33. Nou, dat is toch... De Olympische Spelen niet verder dan de halve finale. Trouwens ook bij het vorige wereldkampioenschap niet verder dan de halve finale. Maar wel wereldkampioenen indoor in 1995. Dit jaar werd ze bij het wereldkampioenschap indoor gedisqualificeerd. Vanwege het uit de baan lopen in de halve finale. Dan Otti, de 37-jarige. Uit die geweldige reeks successen halen we er twee. Goud in 93 en 95 bij het wereldkampioenschap op de 200 meter. Te midden van zoveel brons en zilver toen die gouden plakken. ...21 jaar oud pas. Vorig jaar bij de Olympische Spelen vestigde ze een nieuw record, de 100 meter, en daarna viel ze geblesseerd weg. Hier is ze de grote verrassing in de finale van de 200 meter. Jaya Singh uit Sri Lanka. Tweede op de 100 meter, terwijl ze dacht dat ze won. Vandaar nog 100 meter in vreugde na de finishlijn. Atleet uit de Oekraïne, uit Kiev, 25 jaar oud. Tweede dus hier op de 100 meter, nu in de finale bij de beste acht aan het begin van de wedstrijd. Over het algemeen sterker op de 100 dan op de 200 meter, die atleet uit de Oekraïne. Zij werd vorig jaar vierde bij de Olympische Spelen. Haar vader veroverde een zilveren plak in 1968 en een bronzen in 1972, beide keer op de 100 meter. Hij is nu belast met haar training samen met Don Quarry. Een andere grootheid op sprintgebied. 23-jarige Russin. Het Volgograd, Russisch kampioene. De snelste vrouw over 200 meter. Otti, nog één keer een titel erbij over 200 meter. Met Pintusevic over de eerste 100 meter nog aardig mee. Maar dan is Otti wel voor. En blijft ze voor? Of komt de atleet uit Oekraïne dichter en dichter en dichterbij en eroverheen? Ja, nu is het dus goud. En nu wacht ze even met die vreugdeblijk. En dan zegt ze, nou laat ik het dan maar laten gaan. 22-32 is haar winnende tijd hier gelopen door deze atleten uit Oekraïne. Of uit Kiev. En dat is dus inderdaad... Nu dan wel. Thompson. Ze kunnen zelf allemaal zien wat ze uitspoken. Zo bijvoorbeeld met zo'n tongetje of met zo'n geconcentreerde blik vooruit. Ato Jabari Bolden zegt, ik vind het niet rustig genoeg, ik kom straks wel terug. En Ato Jabari betekent briljante leider. We hebben het over Bolden. Vraagde over kramp tijdens de finale, 100 meter, Edwards. 17.33. Tweede poging. Nee, het was lang onzeker trouwens of hij zou komen. Last van blessures. Hoe ver komt Stevens in baan 8? Bij het geweld dat zal loskomen van Thompson in 2, Boulder in 3 en Fredericks in 4. Fredericks in 4. Bolden daarachter. Thompson daar weer achter. En in 5, Da Silva.
Bolden, Fredericks. Zij hebben Da Silva al. Bolden is er, Bolden. En het rechte stuk longt. En houdt hem ver vooruit bij de anderen. En een blik op de klok leert dat het 20-04 is. En dat Stevens achtste wordt in deze wedstrijd. Met een windvoordeel van 2-3 tiende meter per seconde. Hij heeft zijn succes. Zoals Green de man was van de 100 meter, heeft Bolden zijn trainingsgenoot het succes op de 200 meter. Daar zijn ze samen. En verslagen weer Fredericks, die atleet uit Namibië. Een groep van 20 man hebben gezien bij dat discuswerpen. En zij hebben als kwalificatie-eis 63 meter. Die 63 meter is overigens slechts gehaald door 3 atleten. En het finaleveld bestaat in ieder geval uit 12 man. Schatten we nou zo de kamp. Zijn broer probeert ook wereldkampioen te zijn, zoals Billy Consella 2 keer in zijn carrière was. Deze Amerikaan is 27 jaar oud en start in baan 1. Hij maakt indruk door de wijze waarop hij het laatste stuk loopt. Dat is een eigenschap die ze eigenlijk allemaal op deze 800 meter hebben. Ze kunnen de geweldige snelheid nog ontwikkelen vanuit de drukte. Derde bij het wereldkampioenschap indoor dit jaar. Olympisch kampioen. Een Noor. Waarvan de trainer wel eens zegt van prachtig, al die titels. Maar onze echte droom is, hij moet de eerste worden die onder de 1.40 kan lopen. Een plan, lang geleden beraamd. En hij moet het dan zijn, zo'n man, in het jaar 2000. Mark Everett, vreemd lopend, 28 jaar oud. Tweede bij het wereldkampioenschap in 1991. Eigenlijk zijn we hem daarna een beetje kwijtgeraakt. Ja, wel weer achtste in 1995. Maar de echte grote successen, die hebben we daarna toch niet meer van hem gezien. En hier valt hij op door achteraan te bungelen en dan ineens vrij vooraan te eindigen. Consella, laten we zeggen uit Den Haag, want daar verblijft hij vaak. Samen met zijn broer. 1.43.39. Dat is een tijd... Derde van dit seizoen. En die tijd liep hij in een race waarin Kip Keter wereldrecordhouder werd, althans mede wereldrecordhouder werd, met 1.41.73 in Stockholm. Daar hebben we die Deen, die eigenlijk nooit in Denemarken is. Wiens naam betekent geboren op de veranda. Poolse trainer. Sinds 94. In 90. Naar Denemarken gehaald door een zakenman die op dat moment voorzitter van een club was. Mocht niet meedoen aan de Olympische Spelen. Dorori, afkomstig eigenlijk van de 400 meter, dit jaar vooruit gegaan de 800 meter. Bijvoorbeeld met een zege in Oslo, een zege in Stuttgart. En een tweede plaats in Hechtel achter koers. De Cubaan miste de medaille bij de Olympische Spelen. Maar hij brak wel het Cubaanse nationale record dat al jaren op naam stond van Juan Torena. Bij de Olympische Spelen vierde. Ook een man die wiens carrière van de 400 meter afkwam en daarna de 800 meter. En dan koers. Vorig jaar bij de Olympische Spelen verkoos hij de 1500 meter. Nu op de 800 meter. Een vol seizoen met vele internationale wedstrijden, vol goede resultaten. Hij wordt 25 jaar oud dit jaar. 1,92 lang, trainer Theo Joosten. Begon met atletiek op zijn 9e jaar. Daar staat de man waarvan wordt aangenomen dat hij wint.
Bij het wereldkampioenschap indoor zegevierde hij in Parijs. Daar begon hij met het lopen van een wereldrecord indoor in de serie. Daar nam Koers het risico van ik ga achter hem aan in de finale, want ik verwachtte toen, zo zei hij later, dat hij niet weer zo hard zou gaan. Dat had ik toen fout, zei Koers achteraf. Rodal, nu, in het jaar na de Olympische Spelen. Acht man, één man lijkt zeker van de zegen. En dan? Ze zijn weg en Koers aan de buitenkant. Wat betekent dat na 100 meter? Niet dat hij op kop loopt, want hij besluit nu al om niet vooraan te zijn. Wie neemt dan wel de leiding? Kip Keter zelf. Koers nu achteraan. Dat gaat hard. Wereldrecord 1:41.73. Nu gaat Everett daar dus achter. De Deen lopen. Het Telles. Het Doruri. Het Rodal. En 49.68. Ja, die klok hoort erbij. Gaat hij in zijn eentje heel snel. En wat doet de rest? Koers moet nu aankomen. Want hij zit heel erg ver weg. Er is een groep van vijf. Waarvan we hier de mensen zien. En Koers zit met twee man helemaal achteraan. Maar versnelt nu. Koers versnelt. Is er twee voorbij. Kip Keter loopt harder dan wie ook. En Koers loopt harder dan een heleboel anderen. En komt hier met zijn eindschot. Is hij... op tijd? Nee. De Amerikaan loopt nu weer van hem weg. En Kip Keter rent naar de zegen. En een goede tijd. En Koers wordt zesde. En Kip Keter wint in 1:43.38. Koers oogt ontevreden. En zou eigenlijk zeggen, ik had het heel moeilijk op zo'n 300 meter voor de finish. Toen was het gat heel groot. Riedel. De wereldkampioen die aan de kwalificatie-eis bij het discuswerpen moet voldoen met 63 meter. Edwards die ongelukkig uitkomt. 46 zit erop, kwalificatie.